Als er moeten stilstaan bij de positie van meisjes in Suriname, dan zou er gezegd kunnen worden dat het goed gaat met onze meisjes. Sharon Sarijan Chokro, beleidsadviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, zegt dat dit niet helemaal waar is. Kijken we naar het onderzoek dat gedaan is onder vrouwen tussen 15 en 49 jaar, dan zien we dat in die gebieden het percentage meisjes dat gehuwd is voor hun 15e jaar zorgwekkend is. Wanneer we kijken naar de positie van meisjes in Suriname, op het eerste gezicht lijkt het erop alsof het goed gaat. Vooral als we kijken naar het onderwijs, wanneer we zien dat er veel meer meisjes zijn in het onderwijs dan jongens. Als we kijken in het, vanaf eigenlijk de secundaire, het secundair onderwijsniveau, dan zien we dat er jongens afvallen van, of wegblijven van de scholen. En vooral op het hoger niveau, op de universiteit, zien we ook meer vrouwen die zich inschrijven. Maar wanneer we kijken naar andere aspecten, naar andere factoren, dan gaat het niet echt goed met meisjes. Wanneer we kijken naar hoeveel meisjes seksueel misbruikt worden, wanneer meisjes mishandeld worden, niet alleen huiselijk geweld, maar ook geweld op straat en geweld eigenlijk overal. Meisjes die gepest worden, ook op school, soms door hun eigen leeftijdsgenoten, maar ook door leerkrachten, dan gaat het niet goed met meisjes. Ook als we kijken naar sommige cijfers, gehaald uit het MIX-onderzoek, MIX 4 van 2013. Dan zien we bijvoorbeeld dat alfabetisme in de districten Brokopondo, Sipaliwini, Marowijne, dat het daar het hoogst is. Wereldmeisjesdag is een internationale dag met aandacht voor de positie van meisjes. De dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties en werd voor het eerst gehouden op 11 oktober 2012. Het hoogste is in Sipaliwini. Daar zijn de meisjes gehuwd voor hun 15e jaar 19,6%. Maar als we dus kijken naar andere factoren, andere onderliggende factoren en sociale determinanten, dan zien we dat het toch niet zo goed gaat met meisjes in Suriname. Deze dag is bedoeld om aandacht te vragen aan overheden voor de kansen voor meisjes en om de bewustwording van de genderongelijkheid te vergroten die meisjes wereldwijd ervaren vanwege hun geslacht. De ongelijkheid van meisjes ten opzichte van jongens komt voor op gebieden zoals het recht op onderwijs, voeding, wetgeving, medische zorg en bescherming tegen discriminatie, geweld tegen vrouwen en gedwongen kindhuwelijken.